VVV Venlo in eigen huis tegen Top Os. VVV de nummer 4 van de ranglijst. Echt een knap seizoen onder Rick Kruis. We spelen nu thuis tegen de nummer voorlaatst van de keukenkampioendivisie. Bovendien een ploeg Top Os, wat al 8 uitwedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Appeltje eitje dus voor VVV, zou je zeggen. Eerste aanvallende spel. De prikjes zijn ook van de thuisploeg. Echt gevaarlijk kun je dit niet noemen. VVV is volgens de Limburgse traditie de hele selectie gaan carnavallen afgelopen week. Er is wat aan teambuilding gedaan. Maar de eerste echte grote kans is voor Top Os. Rick Stuy van de Herik. Je ziet aan zijn frustratie dat hij zelf ook wel weet hoe groot deze kans was. Top is wel relatief in vorm. 2 van de laatste 3 wedstrijden gewonnen. Maar wel allebei thuiswedstrijden. Tejan. Top Os speelt brutaal in de koel. Dat valt te prijzen. Vorige week gewonnen van FC Eindhoven. Nick Venema. Dreigend, maar wederom niet echt gevaarlijk. Begin dan van de tweede helft. Venema. Moes laat hem gaan en dat is verstandig. Simon Jansen. De held van VVV vorige week. Toen er in de laatste minuut nog met 2-1 werd gewonnen bij FC Dordrecht. Zoals VVV zo ontzettend vaak scoort dit jaar in de slotfase. 1/3 van alle doelpunten wordt gemaakt na de 80ste minuut. Alouche komt ook wat schoenmaten tekort om deze binnen te kunnen schuiven. Kruis ziet het vanaf de zijlijn. Van Leeuwen. Margarita verspeelt de bal. En dan is Venema op snelheid. Niet het sterkste punt van Lorenzo Piquet snelheid. En dus Venema er langs. Venema! Thijs Jansen is een hele goede keeper. Talentvol, huurling van Feyenoord. En dat hij talent heeft, bewijst hij elke week. Dit ook een prima save van Jansen. Venema in 2 keer. Venema. Dit doet Jansen niet zo sterk, maar dit natuurlijk wel. Houdt de ploeg van deze Klaas Welsch op de been. Nog altijd 0-0. Maar VVV, als gezegd, maakt meestal de doelpunten laat. Ketting, hij blijft liggen. En dat had ook zomaar een doelpunt kunnen zijn voor VVV. Maar hij wil nog steeds niet vallen. Koglin. En weer een aanval van de thuisploeg. Niet al te veel moeite voor Jansen. En zo tikken de seconden weg. Eigenlijk in het voordeel van Top Os. Dat zou bij 0-0 wel de morele winnaar zijn. Tejan. Eerste momentje pas van Top Os in de tweede helft. Een helft waarin de VVV wel echt beter is. Op goed geluk naar voren. En hij komt terecht. Hier weer bij Tejan. Weinig druk op de bal. Margarita tussen 2 man in. Door de benen en gevloerd. Overtreding natuurlijk. VVV sterk in standaard situaties, aanvallend. Maar is het dat ook verdedigend? Hij valt goed bij de tweede paal en dan is het 0-1. Van Eijma. Hoe kan die zo ontzettend vrij staan? Van Eijma. Ja, hij loopt weg uit de rug van Simon Jansen. Ja, het is niet goed verdedigd van VVV. En het kijkt dan tegen een achterstand aan en kijkt naar de klok. Een halve minuut voor tijd. Hij gaat nog op de paal. En via de rug van Thijs Jansen nog een corner. Die levert niks op. Maar in vierde instantie nog een keer ingebracht. En dan veilig in de handen van Thijs Jansen. Na 8 uitwedstrijden zonder overwinning. Er is een zege voor Top Os op vreemde bodem.
Een zure avond voor de supporters in de Kuhl. VVV verliest